Jennifer Vreedzaam, assembleelid, tevens voorzitter van de vaste commissie Volksgezondheid in DNA, betreurt de vele kritiek die sinds kort geleverd wordt op de basiszorgverzekering. Delen van de gemeenschap zijn namelijk ontevreden over het nieuw systeem dat het staatsziekenfonds vanaf 1 juni zal invoeren. Dit systeem houdt in dat de gesubsidieerde premie van de baso voor bepaalde groepen wegvalt. Met name de Zorgraad heeft haar bezorgdheid geuit hierover. Ook de Nationale Ziekenhuisraad, NZR, heeft aan de bel getrokken. NZR-voorzitter Manoj Chindori benadrukt dat grote groepen in problemen kunnen komen. Vaste commissievoorzitter Vreedzaam beklemtoont dat het nieuw systeem dat gehanteerd wordt door SZF eerlijk en transparant is. We kunnen niet teruggaan naar een on- en min vermogenkaart waarbij eigenlijk je geen transparantie had. Het was eigenlijk een blanco check die de regering gaf aan dienstverlening om dat in te vullen. Onterechte verwijzingen. Het was gewoon een money making business die aan de hand was. Want als je geen controle en transparantie hebt over de hele zorg, mag iedereen een bedrag indienen bij de overheid en zeggen van luister nou, ik heb zoveel kosten in mijn ziektezorg, in de zorg, in de gezondheidszorg, betaal mij dat. Maar daarna moeten wij niet gaan. Dat betekent dat iedereen geld kon maken waar hij kon maken op de overheid. En daar willen we niet naar. Wij willen dat niet meer hebben. Wij willen een transparante beleid, we willen controle hebben. De gemeenschap moet weten hoe een tarief tot stand komt. Bijvoorbeeld, we hebben het over de radiotherapeutische behandeling. Hoe is dat tarief tot stand gekomen? Vreedzaam geeft verder aan dat er nog veel werk verricht moet worden om dit nieuwe basissysteem helemaal uit te voeren. De geruchten al zouden groepen abrupt in een gat terechtkomen, zijn niet waar, zegt zij resoluut. Het gaat het volk niet in de steek laten. Het is nooit gebeurd. Het gaat erom dat wij gaan naar een zuiveringssysteem dat nog jaren zal duren. En de screening daarvan ook. Maar er zijn andere voorwaarden, zoals ik heb aangegeven, dat ook nog in place moet komen. Dus we kunnen niet met harde hart vast zeggen dat u gaat naar SZF of u gaat naar sociale zaken, dat u niet in aanmerking kan komen. Het is onmogelijk. Ik zeg, het systeem moet rechtvaardig worden. Maar ook de mensen die hulpverlening bieden, die moeten het besef hebben en die moeten getraind worden. Die moeten professionele maatschappelijke werkers zijn die de mensen begeleiden. En daar is waar we naartoe moeten gaan. En ik denk dat sociale zaken naar een professionele organisatie ook moet gaan om die dienstverlening goed te bieden. En daarover gaat het, dat mensen mensen die het niet kunnen betalen, automatisch in aanmerking komen voor die subsidie bij de overheid. Maar duidelijk zeg ik, er moeten nog een aantal criteria's komen en dat is op basis van het minimumloon. Jennifer Vreedzaam, assembleelid en voorzitter van de vaste commissie Volksgezondheid in DNA. De parlementariër reageert verontwaardigd op de kritiek die geleverd wordt op het nieuwe basissysteem dat vanaf 1 juni wordt ingevoerd door het staatsziekenfonds.